Hallo, mijn naam is Ludo Welte en ik ben een hockeyster van het Nederlands elftal en ik ga met jullie een thuisworkout doen. We gaan 4 oefeningen doen en het duurt ongeveer 10 minuten tot een kwartiertje. Wat je nodig hebt is een handdoek. Ik gebruik een hockeystick, maar je kan natuurlijk ook een stukje bezem gebruiken. En daarnaast heb ik 2 zakjes gevuld met boeken, zodat ik toch nog wat lood op mijn benen kan zetten. Maar voordat we beginnen gaan we natuurlijk eerst even de handen wassen. Kom maar mee. Let's go! We beginnen met de single leg squat. Je legt je linkerbeen op een verhoging. Je zakt door je rechter en je gaat explosief weer omhoog. Na 8 keer wissel je van been en doe je het met het andere been. Nu gaan we de hip thrust doen. Je gebruikt weer een verhoging en het zakje met boeken. Je strekt 1 been, je zakt door de andere en je gaat weer omhoog. Bij deze oefening hebben we de handdoek nodig. En met een beetje geluk maak je ook meteen de vloer schoon. Je gaat een bruggetje liggen en je schuift de handdoek van je af en weer naar je toe. Van je af, zo ver je kan en weer naar je toe. Je mag alleen niet met je billen op de grond komen. En deze doen we wederom 8 herhalingen, 3 sets. En de laatste oefening. Je draait hem nu precies om. Nu trek je de handdoek naar je toe. Dus je begint in een lichtsteun en je trekt hem naar je toe. Wanneer je weer laag bent, doe je 1 push-up. En je trekt hem weer naar je toe. En dat was het. En je kan het natuurlijk makkelijker of moeilijker maken door het aantal boeken dat je in een tasje doet. Als jullie vragen hebben, stel ze in de comments hier beneden. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie workouts, dus vergeet niet #fitmetteamnl te gebruiken. Bedankt allemaal en keep safe. Doeg!